Juna, jij hebt net je moeder betrapt in de slaapkamer met de beste vriend van je vader. Eva, jij komt de kamer binnen. Je hoeft er ook echt gewoon niet te proberen onderuit te komen, hoor. Oké, nou, hoeveel wil je? Mam, alsjeblieft. Ja, gewoon, om het niet tegen je vader te zeggen, alsjeblieft. Ik walg van je en dat is... vreemdgaan. Ja, ik... Hoe kun je? Nou, je hebt beloftes aan elkaar afgelegd. Ja. Ja, en toch gaat dat heel makkelijk op zich. Ja. Met de beste vriend van papa? Ja. Papa die geen vrienden heeft? Nee, ja, één en die is wel heel knap. Niet alleen voor papa, hoe kan je met jezelf leven? Ik heb nooit, ik heb mijn geweten uitgeschakeld. Ja, Mrs. Gewetensvroeging hier. Nooit over nagedacht. Misschien had je dat wel moeten doen. Ja, misschien, ja, dat heb ik dus niet gedaan. Nou ja. Ik heb dat moeten aanzien. Ja, dat is ook heel vervelend. Maar ja, ik ben vroeger ook wel eens binnengelopen op mijn ouders. Ja, op je ouders? Ja, ja, joh. Dat later dan vind je dat allemaal best wel leuk ook. Dat ze nog seksueel actief zijn. Ja, met elkaar zou ik heel leuk vinden. En zelfs dat hoef ik niet te zien. Maar dit? Ik hou heel veel van je vader. Echt waar. En dit heeft ook helemaal niks met liefde te maken. Waarom doe je het dan? Het gaat toch juist om liefde? Nee, weet je, het is, soms heb je gewoon heel erg zin in iets. Zoals friet. En je weet dat het niet goed voor je is. Want je mag het eigenlijk niet eten. Maar dat hele pak, dat zit daar op je te wachten. En je eet het op. En het gaat ook niet omdat het lekker is. Het gaat erom dat het op moet. Omdat het kan, omdat het mag. En niet omdat je nou zoveel van friet houdt. Dus jij vindt dat het gewoon kan? Dat het mag? Ik weet niet of dat gewoon kan of mag. Ik doe het gewoon, ja. Heb je dit vaker gedaan? Nee, nee, dit was echt de allereerste keer. De allereerste? Ja. Je zit gewoon vreemd gaan te vergelijken met friet vreten. Ik probeer uit te leggen dat jouw vader sushi is en Henk is friet. Snap je? En sushi is bijzonder en heel lekker en speciaal en daar hou ik echt van. En dan neem ik mijn tijd om een heel klein stukje sashimi en sushi op te eten. En friet is gewoon friet. Als je echt bij elkaar bent en je houdt van elkaar, dan is er geen ruimte voor een portie friet. Ja, is toch wel, ja, tuurlijk wel. Er is toch altijd wel ruimte voor friet? Er is altijd ruimte voor friet. Je wil gewoon een patatje oorlog. Je wil niet altijd sushi met die stokjes en die... Het wil niet altijd sushi. Je wil gewoon friet in zo'n bakje, in zo'n puntzak. Schat, ik hou heel veel van jouw vader. Echt, je moet me beloven dat je dit niet tegen hem zegt. Want sushi is heel delicaat. Het valt heel snel uit elkaar. Ja, jawel, je pakt het met die stokjes en voor je het weet is zo'n halve bol rijst. Doe er dan ook alsjeblieft voorzichtig mee, hè? Doe er dan voorzichtig mee. Nu heb je het zelf gewoon op de grond laten vallen. Nee, ik heb het nu, zeg maar, geserveerd, de sushi. Maar jij kan het heel houden. Ik vind het wel echt heel knap dat je het nu toch een soort van mijn probleem laat lijken. Omdat ik nu weer met de beslissende keuze zit. Wil ik mijn ouders uit elkaar gooien, omdat mama zo nodig zin had in friet? Ja, je had ook even kunnen kloppen, schat, op de deur. Alsof ik ervan uitga dat mijn moeder, mijn lieve moeder, die zoiets nooit zou doen, dacht ik. Die dat... Oh. Ja, sorry dat ik je teleurstel. Alsjeblieft, schat. Ik ga het niet zeggen, ja. Ik ga het niet zeggen. Tuurlijk doe ik dat niet. Maar mam, alsjeblieft, echt. Nooit meer friet. Ik ga nooit meer. Ik eet het niet meer. Maar nee, maar echt. Echt. Nee, echt niet. Ik ga het niet meer eten zelfs. Ik ga niet meer de metaforische friet eten. En ik ga ook niet meer de friet. Geen patat. Geen aardappelen. Ik eet geen aardappelen meer. Geen chips. Ik doe het allemaal niet meer. Niks met aardappelen. Niks gefrituurd. Niks gefrituurd. Mam, nu ga je wel joh. Alleen nog maar sushi. Ik ga alleen nog maar rijst en sushi eten. En heel veel wasabi, waar ik niet tegen kan. Als boetedoening.
Oké, tot hier.